Welkom bij een nieuwe aflevering van Op de Hoogte. Van der Valk Hotel Tiel heeft sinds de opening van de nieuwbouw op de derde etage iedere zaterdagavond een nieuw concept. Live cooking. Bij andere vestigingen is dit al een beproefd en succesvol concept. Live cooking wil zeggen onbeperkt dineren, genieten van alle gerechten en onbeperkt drinken. En alles voor één vaste prijs. Ik vind het heel erg gezellig en ik vind het heel erg lekker. Ja, ik ben hier erg over te spreken. Ja, dit is al de tweede keer. Binnen 3 weken. Dan kun je nagaan. Schaam. Live cooking, iedere zaterdagavond bij Van der Valk Hotel Tiel. Ik vind het echt heel goed. Was super, allerlei voorgerechten, hoofdgerechten, echte nagerechten. Eigenlijk geen op- of aanmerkingen aan. We hebben hem al eerder voorgesteld. Ik ben Chris Rijnmakers. Ik kom uit Brabant en ik woon hier in de Betuwe. En ik ben hier F&B-manager sinds kort. Kom rustig een keertje terug. Maar ja? Wat wil dat nou zeggen, food and beverage manager? Het naam zegt het eigenlijk al. Food and beverage, eten en drinken. Food and beverage. En dat is dan op alle afdelingen, heb ik de verantwoordelijkheid over. Dus dat is zowel als het restaurant. We hebben hier de Chef's Place waar we nu op dit moment zitten en onze hotelbar. We hebben, in het weekend hebben we natuurlijk onze live cooking brunch en op zaterdagavond hebben we onze live cooking op de derde etage. Daarnaast hebben we natuurlijk tal van arrangementen. Met feestdagen, dan doen we het ook iets speciaals. We zijn ook bezig met een hele mooie bar boven, onze Skybar, die zit dan hierboven. Die wordt zo'n beetje, denk ik, eind oktober zal die klaar zijn. Dus daar liggen ontzettend veel kansen om daar nog eens ontzettend leuk mee te doen. Nou, het loopt lekker bij mij als een gast hier met een brede glimlach de deur weer uitgaat bij ons. En dat kan zijn na het nuttigen van een lunch of een diner. Maar dat kan natuurlijk ook zijn met een bruiloft of met een mooie beurs. Als die mensen dan fijn naar huis gaan met een goed gevoel, nou, dan is dat voor mij wel een voldoening. Ik praat met de gast op het moment dat hij binnenkomt. Daar probeer ik tijd voor te maken. Maar ik probeer ook de gast tijdens het evenement aan te bekijken van, nou goed, hoe voelt hij zich en hoe gaat hij de deur weer uit bij ons? Dat is gewoon heel belangrijk. Ik zie het vaak aan de gezichtsuitdrukking van gasten. Als een gast blij is en leuk kijkt, dan denk ik van, nou, die gast heeft het wel naar zijn zin. Maar dat is de gezichtsuitdrukking van de gast en de beleving van de kinderen tijdens zo'n brunch bijvoorbeeld, die is gewoon heel belangrijk en daar let ik wel op. Daar zijn we dus ontzettend mee bezig op dit moment. De volgende keer en op de hoogte duiken we de keuken in en maken we een biefstuk. Tot dan!